Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Kirby en de Vergeten Wereld. We in de laatste aflevering, die een tijdje geleden is alweer. Sorry natuurlijk, de diss-track kwam er eventjes tussendoor. Het was even chaos. Is Elvelin, dat kleine blauwe wezen, ontvoerd door King Dedede. Zeer tragisch. Maar we hebben daardoor wel de nieuwe wereld ontdekt. En daar gaan we natuurlijk lekker mee verder. Zo te zien kunnen we onze geleidebom upgraden. Dat gaan we ook gewoon doen. We gaan even updaten. Oh, wacht. We moeten hem nog wel doen. We gaan hem even upgraden. Ik weet niet wat de nieuwe ability we krijgen. Geleidebom. Ontwikkel die boom. Kostte er maar 3. Hi! Geleidebom. We hebben een satellietschotel op ons hoofd. En aan het deuntje te horen, hebben we hem als het goed is gemaximized nu. Als je dat geluidje hoort, weet je dat je hem eigenlijk op zijn max hebt. Wat doet dit? Oh. Oh, wat? Je kan hem nu besturen. Oh, wat cool. Ze rijden met autootjes op de enemy af. Dat is insane. Dat is insane. Ze rijden letterlijk met autootjes op de enemy af. Je kan die bommen nu gewoon spammen. Je kan ze gewoon spammen. Want al die bommen gaan gewoon letterlijk naar meneer Zandzak rijden. Kijk ze rijden. Oh. Hij heeft geen schijf van kans. It's going everywhere. Dit is geweldig. Oké, I like this. We're gonna take this power up. And we're gonna destroy everyone. Goed, laten we gewoon even naar de map gaan. En even kijken of ze Elvelin even zo snel mogelijk kunnen redden. Want King Dedede heeft hem meegenomen naar de origine woestijn. Waar zijn we? Laten we beginnen bij het eerste level. Wat is dit? De woestijn van het eerste leven. Oké. De woestijn van het eerste leven. Ik krijg een beetje vibes van die nieuwe Marvel-serie. Hoe heet het ook alweer? Wat zit hierin? Secrets. Ik moet wel weer een beetje inkomen, jongens. Het is wel even geleden dat ik voor het laatst Kirby heb gespeeld. Maar kom maar goed. Zit hier nog achter? Is er een munt achter? Got him. Moon Knight. Exactly. Auw. Oké. Kijk hem ook zoeken. Kijk die karretje ook zoeken. Hier. Neem het. Neem bommen. Mijn auto's rijden op jullie af. Snake. I don't care about Snake. Auw. Oké, I should care about Snake. He's killing me. Wat is dit? Oh, we moeten weer puzzle pieces verzoeken, zeg ik. Ik moet ook nog eventjes een beetje opletten wat nou de secrets gaan zijn die we hebben in dit level. Want ik ga nu allemaal kanten op en ik heb het gevoel dat ik echt heel veel vergeet. Daar zit namelijk een schietbord. Zie je dat schietbord? Oké, hang on. Volgens mij zat die schietgozer hier ergens. Die respawnt alweer, toch of niet? Hij is gespawnd. Kom hier. Oké, I got him. Bam, bam, bam. Oké, dus daar hangt in de lucht zo'n schietbord. I have to shoot it. Oké. Is it good? We hebben iets. Schiet de 3 vliegende doelwitten in de lucht. Oké, ja. Dus we moeten dus al die doelwitten zien te vinden. Dus dan is deze power-up eigenlijk een beetje de power-up die we vandaag meegenomen. Er zit daarboven ook eentje. Look at him. Ik heb hem geraakt. Oh. Oké, maar ze zitten dus allemaal hier, denk ik dan? Ik denk dat ze allemaal een beetje in deze area zitten. Oké. Moeten we nou in het midden staan hier en dan op dat ding schieten? Oké. Oké, wat deed dit? Ah, het is weer zo'n piece. Oké. Yes! Oh, er komt zo'n oogbal achter me aan. Hij ontplofte gewoon. Yay, we hebben er 2. Oké, nou moeten we even goed zoeken of we nog ergens anders zo'n targetje in de lucht kunnen vinden. Wat zijn al deze dingen? Ik weet nog niet wat dat ding is. Ik heb hem al gewoon gekild. Ik ben bang, oké. I am afraid. Oké. Yoink. Oké, waar zou die laatste target kunnen zitten? Even zoeken. Oké, dit is volgens mij de route waar we op moeten gaan, want ik zie al die pijlen. Ik ben nu gewoon een beetje aan het rondstruinen. Oh, we hebben een boss fight. Florina.
Sterf, Irina. Oeh, auw. Had ik moeten aanzien komen. Oké. Oh, auw. Grote beest. Auw. Domme Florina. Ik ben gewoon aan het hoeken, oké. Ah! Oké, ze is me letterlijk aan het killen. Ze is me letterlijk aan het killen. Dead. She dead. She is dead. She is very dead. Ik weet niet waar ik de tornado cape voor nodig ga hebben, maar let me just take it for a second. Ik moet nog wel dat schietding even vinden. Oké, heals. Oké, dit was dus blijkbaar een plekje waar ik nog niet echt hoefde te komen. Hoe kom je daar op? Je kan daar op een manier opkomen. Er zit een waddle dees achter slot de grendel hier, though. Er zitten een paar waddle dees achter slot de grendel. Ik vind dat ik heel veel vrijheid krijg in de ruimte waar ik om me heen kan lopen. En ik weet niet zo goed of ik dat wil. Oh nee, mijn pistool is weg. Het enige waar ik op... Oh, ik zit een kistje daar. Het enige waar ik naar op zoek ben is dat laatste schotding. Oh nee. Eeuw. Kristalprikker. We got him. We zien dat hier ergens nog wel wat is. Ik ga even kijken of ik die... Deze even kan doen voor mouthful mode. Oh, kijk. Nu kun je al die hopen bergen wegvagen. Thank you. Er waren volgens mij meer van die dingen. Oh, dat was een secret blijkbaar. De verdwaalde squishy verslaan. Ik ga nog een stukje terug. Want er was een stukje terug ook nog een paar van die bergen hier. Very good. Yes! Oké. Okay. Eens even zien. Er was hier nog een berg, toch? Ik vind het ook een beetje storend dat ik die laatste... Oh, daar is de target! Found him. Hij zit daartussen. Oké, dan moet ik even kijken of ik ergens een kanonman kan vinden. Ik zie hem. Hij zit daar precies tussen. Alleen... Ja. Oh, daar is er eentje. Oké. Got him. Oké. Dus even zien of ik hem kan raken. Hij zit precies achter die paal daar. Oh. Zie je hem? Gooi ik nou exact tegen die paal aan. Ik heb hem! Yay! Schiet de 3 doelwitten. I did it. I'm so good. Oh, volgens mij was dit de bedoeling. Dat ik gewoon deze dingen om liet vallen. Oké. Goed, nou gaan we nog even links aan de bak. Hier, bij dit gedeelte. Oh, daar heb ik dat blaasding voor nodig. Goddammit. Die heb ik hier ergens geditst, volgens mij. Where did that ditch dish? Oh, daar. Eeuw. Oké. Okay. En heb ik ze allemaal? Ik heb ze allemaal. There we go. Dat is dan de last missing piece. This is the last piece. Wat krijg ik nu? Wat gebeurt er nu met dit? Ah, the Waddle Dees. Die gaan open. Oké. Okay. Ik zat al te denken van hoe ga ik in godsnaam daar die area open krijgen. Maar there you go. Ik kan op zich de tomato wel weer pakken nu. Want die andere power heb ik niet echt meer nodig. Ouwe. Got him.
Ik moet wel zeggen, de levels worden wel steeds langer en complexer ofzo, naarmate het spel vordert. Ik moet nog eventjes hier kijken voordat ik doorga. Nou, dit is helemaal niks. Oké. Okay. We gaan naar het volgende stukje. Joink. Gaan we. Hoppa. Kill them all. Tornado power-up is zo OP. Got some meat, baby. Oké. Okay. Ik weet niet wat al deze bloempjes zijn in deze cirkel, maar ik heb ze allemaal kapot gemaakt. Op een gegeven moment gaat dat een challenge zijn van versla of maak al die bloempjes kapot. Hier moeten we wat voor hebben. Hier moeten we een soort van power-up voor hebben dat we het kapot kunnen maken. Oh, deze. Hallo? Niet? Deze valt blijkbaar niet om. Hier zit wel wat. Oh, daar hebben we dat blaasding voor nodig. Oké, okay, die blaasding lag daar verderop. Ik hoor ook weer Waddle Dees ergens hier. Auw! Oké, okay, crap. Oké, okay, gaan we terug. Want we moeten hiermee en dat ding omblazen. En dit ding hierachter. Joink. Een kissie. Vuurman. Gaat ie. Nog een kissie. Ah, hier zit de Waddle Dees in, denk ik. Eeuw, Waddle Dees. De tweede. Nice. Gaan we. Hier moet ook wat opvallen, zie ik. Sowieso jij. Gaat ie. Pof. Secret area. Oh. Oké, okay, let's go. We in there for the win there. Let's go. Ik weet niet waarom ik deze powder nog steeds mee heb, maar... Ik vind het helemaal goed. Eeuw. Ik hoor nog meer Waddle Dees. Wat als ik deze powder was vergeten mee te nemen? Dan had ik hier gewoon niet verder gekund. Ik had al een soort van onderbuikgevoel van, ik moet waarschijnlijk de wind power-up hier meenemen. Of deze mouthful mode, om daar de Waddle Dees te gaan redden. En naar dit. En ik heb ze alle drie. Goed zo. Nou, dan hoeven we daar niet meer op naar het zoeken. Kunnen we nu eigenlijk naar het einde van het level lopen. Ja, tenzij we nog iets van een hidden power-up ding vinden ofzo. Zie je boven nog wat? Nee. Ik vraag me af wat deze dingen doen. Oh. Nou weet ik wat ze doen. Hallo, snack. Doei, snack. Volg dan. Oké. Okay. Lozen de power-up. Ik denk dat dit hem was. Let's go, baby. Het eerste level van het nieuwe gebied gehaald. Oké, okay, let's go. We gaan naar het volgende level. Hi. Oh ja, we hadden trouwens één nieuwe power-up gevonden, hè? Eén upgrade die we konden doen. Misschien is dat nog wel de moeite waard om eventjes naar Waddle Dee Village te gaan om die even te upgraden. Dat zie ik wel zitten eigenlijk. En we hebben weer wat leuke challenges te voltooien. Maar niet nu. Oké, okay, we gaan even naar Waddle Dee Village. Want we hebben een nieuwe upgrade. De prikker kunnen we verder ontwikkelen. Dat was ook zo. Nou, even kijken. Dus even kijken wat de prikker dan wel niet inhoudt. Welke upgrade was de prikker ook alweer? Oh, die! Wat? Ik dacht dat die al letterlijk geüpgraded was naar het hoogste niveau. Maar let's. Oké. Okay. Kristalprikker. Let's do it! Let's do it! Oh, wauw. Die hoed. Oké, okay, dit is wel duidelijk de laatste upgrade, want we krijgen weer het epische muziekje te horen. Dit is een puiken upgrade. Ik ben benieuwd wat het kan. Met de prikkerkracht kun je langer doorrollen tot vijanden en blokken op te pikken terwijl je rolt. Laat bedels om de geprikkelde objecten en vijanden naar voren te gooien als een krachtig projectiel. Met de projectprikker kun je ook door sterke winden heen rollen, zoals al veelzijdig. Ah, oké. Okay, dus met dit ding kan je... Jemig. Met dit ding kunnen we dus door... Ja, met dit ding kunnen we dus eigenlijk door wind heen nu. En we kunnen shit gooien, ja. Like it.
Picasso. Hij is wel cool. Hij is best wel pretty ook. Oké, we gaan even met de kristalprikker op pad. Wee. Gaan we met het volgende level in. Als kristalprikker Kirby. Oké. Hier, we kunnen nou gewoon letterlijk over enemies heen rollen. Dat gaat helemaal nergens over. Hier, kom hier dan. Oké, we gaan wel een beetje hard van stapel. We moeten wel even kijken of we niks missen hier, oh. In deze prachtige oase wil ik niet noemen. Hey! Dus niet. Volgens mij is het gewoon alleen een intro-schermpje. Oké. Ik loop altijd zo snel door dat ik altijd denk van, huh, ik vergeet de helft. Hey! Ik kan blijkbaar niet over slurry heen rollen met dit. Domme! Nou! Echt heel vervelend dat je niet over die paarse zooi heen kan. Dus deze power-up is eigenlijk niet heel leuk voor dit level. Ik heb de slang! Joink! Oh, dat is funny. Gaan we. Wee. Ah! What the fuck? Hij curved hem gewoon. Boompie. Ah, godver. Oh, man. Slang! Oh nee, hij heeft mij opgegeten. Hij heeft me op... Mijn power-up! Hij heeft mijn power-up gesloopt! What the frick, gast? Hoi! Dude, die slang heeft mijn power-up gemold. Nou ben ik mijn power-up kwijt. Kan ik dat opeten? Volgens mij kan ik dat niet opeten. Hallo, what are these? Ik kom jullie beschermen, ik kom jullie halen, maar ik ben wel een beetje verdrietig, want mijn power-up is weg. Uiteindelijk, die power-up was niet heel nuttig hier. Moeten we de kokosnoten weer kapot maken? Als een challenge of niet? Dit keer niet. Joink. Wat gebeurt er? Slaap! Wat is dit voor power-up? Oh, dat hield. Doe een dutje naast het geheime zwembad. What the frick? Ik heb een ik had een slaap-power-up. Wat grappig. Ik wist het helemaal niet eens. En het was blijkbaar een van de hidden dingetjes om te doen. Wat cool. Oké, nou ja, thanks. Blijkbaar als je een slapende mini-Kirby absorbeert, dan ga je, val je zelf in slaap en dan heal je. Super handig. Ah. Irritant. Jamer, wat is dat? Wow. Wat een wezen. Kan ik jou killen? Ik wil jou killen. Ik wil jou heel graag killen. Er zit sowieso wat achter. Ik kan hem niet killen. Het is denk ik onmogelijk om hem te killen. Dat is weer zo'n kokosnoot. Oh. Een donutje. Oké. Nou, laat hem in. Je mag leven, grote paarse kikker. Voor deze keer. Gaan we. Wat is dit nou weer? Deze man blokkeert mijn route. Interessant. Dus niet. Oké, gaan we de boemerangman worden? Oh, dat kunnen. Oh, dat werkt een beetje als een pokey. Grappig. Het werkt een beetje als een pokey van Mario. Oké. Okay. Dit vind ik nog steeds een van de klootste power-ups die er is. Oh. Ik heb geen idee wat die boemerangs doen namelijk. Hoppa. Gaan we. Get out here. Er zit een kistje daarachter. Ik zie het kistje. Oeh. Wat is dit? De zaagboemerang. Oké, letterlijk. De power-up die we nu gebruiken kunnen we alweer upgraden naar een volgende. Ik hoop dat die als zaag beter is dan... Oh. Auw. Oeh.
Oh, nee, je kan hem letterlijk niet killen, die guy. Je kan die guy letterlijk niet killen. Niet te doen. Is er nog wel wat hier wat hij verstopt? Een ladder. Hij verstopt een ladder. Met Waddle Dee is dat te horen. Thank you. Yes. I saved the hidden Waddle Dee's chat. Hop. Hop. Wat is dit? Got him. Mond van Moot. Wat komt eruit? Ah, het is een ladder. dat is altijd een anticlimax. Wee. Oh. Oké. Okay. Maar dit is wel leuk. Joehoe! Oh. Ha. Ik weet niet of ik al verder wil namelijk. Ik heb het gevoel dat ik de hele area nog niet heb ontdekt. Ik heb echt het gevoel dat ik de hele area nog niet heb ontdekt. Oh, daar gaan we. Huh. Yes! wat goed. Oké. Hallo, what are these? Dan gaan we gewoon door. Dan gaan we gewoon weg. Boeien. Zonder te ontdekken. Ik vind de mol echt een hele sikke power-up. Ik wil hem hebben. Kom hier. Ik wil daar naar boven. Volgens mij is ook de bedoeling dat ik de mol power-up heb hier. Dus niet. Dan moet ik wel alle bloempjes openen. Ik ga er heel slecht op als ik de bloempjes niet open. Hop. Hop. Ah, je kan dus niet onder de sludge door. The more you know. Oh, maar je wilt... Tja, dat kan niet. Hoe dan? Maar hoe moet ik deze... Oh, je moet het blussen met het water! Oké, hang on. Voordat we dat gaan doen, gaan we even boven kijken. Wat is hier boven? Oh. Volgens mij vooruitgang. Laten we eerst met dit doen dan. Gaan we! Yeah! Sushi Wussy Kirby tijd! Ah! Kikker derde. Verslaat 2 giftcrokens. Oké. Okay. Hoe noemen we dit ook alweer? Kurbussie, toch? Kurbussie, baby. Bar. Oei, Kurbussie, baby. Nou, dat is de uitgang, oké. Okay. We gaan eventjes hier naar binnen. Dit is zo te zien. Een secret. Auw. Oké. Okay. Volgens mij hebben we hier maar 1 kans voor, dus we moeten het niet... We moeten het niet wasten. Oh, nee. Oh, mijn god. Snel, 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 snel. Ik weet niet of ik hem heb. Ik heb hem volgens mij niet. Ik heb echt heel veel van die dingen vergeten nu. Chips. Ik ben er 2 vergeten. Komen ze opnieuw of niet? Gaan ze nog een keer komen? Oh, nee. Ah, crap. Ik wil hem opnieuw doen. Het ging eventjes niet helemaal goed. Het ging eventjes niet helemaal goed. Oké, reset the room. Oké, dat is 1. We hoeven ons niet echt zorgen te maken om de mollen. Oké. Okay. Oké. Okay. Nee. Ik moet naar links. Ik heb hem. Waar is mijn laatste? Oh, daar. Woe. Yeah!
Dat ging bijna weer fout. Mijn hemel. Did it. It's good, what are these? I got you, fam. I got you, okay? No stress. Goed. Laten we hier weggaan. I like it. Ik vind het mooi dat de moeilijkheidsgraad een beetje omhoog is gegaan, zeg maar, in de nieuwe wereld. We moeten wat daadwerkelijk een beetje meer ons best doen. And I'm all for it. Poink. Oké. We kunnen volgens mij de Sussy Wussy power-up hier niet pakken. Of hierboven. Flinke secret area. Oh, there we go. Ik wou net zeggen, hoe gaan we anders Sussy Wussy Kirby worden? That's the way. That is the way. Kirby, baby! Kirby! Oh, secrets. Thank you, Kirby. Voor alles wat je doet. Kill the croak. Kill the croak. He dead. Versla 2 gifkrokers. Yeah! Dat is de laatste. We got them last waddle dees. Ik wil hun ook nog even killen. Kan ik die planten water geven? Wat grappig geweest. Oké, gaan we. Ah, dat was hem ook. Dat was hem meteen. Woe! Oké, we hebben alle waddle dees. We hebben niet alle missies gehaald. Maar dat is ook steeds moeilijker. Dus even kijken welke missie we nog missen. De dutje hadden we gedaan. We hadden de twee gifgemakkers. En graaf overal in de geheime kamer. Oh my god. We waren er letterlijk volgens mij 1 of 2 keer vergeten in die kamer. Ik heb hem zelfs nog overnieuw moeten doen. Als ik het gewoon had gewinged, dan was... Goddammit. Okay, never mind. It's fine. He's nice. De edele avonturier. Look at him. Okay. Dat was level 2. En dat rijdt. Hoezee. We gaan nog even door, jongens, met de grind. We hebben wel de upgrade voor de boomerang power-up. Die ik wil even checken. Oké, wat is dit? Personeelsruimte. Winkelcentrum Alivel. Personeelsruimte. Oké, we gaan nog even snel terug naar Waterdeep Village om die laatste upgrade even te doen. En daarna gaan we eventjes naar de personeelsruimte. Oh, en er is een nieuwe plek geopend. Wat is dit? Je hebt 180 Waddies gered. Ze hebben samen voor gezorgd dat je Kirby aan de rol kunt spelen. Willen we Kirby aan de rol spelen? De boomerang verder ontwikkelen. Let's go. Oh, hey. En de slaapkracht is toegevoegd. Nice. Want dat is een kracht. Wauw. Zaagboomerang. Laten we hem doen. Yeah. Daar is die. Nou, beter. Welke missen we eigenlijk nog? Missen we nog een paar power-ups? Volgens mij hebben ze inmiddels wel allemaal gevonden, toch? Oh ja, deze is nu ook ge... Oh. Deze boomerang is nou ook gemaximized. Als ik even goed druk. We hebben genoeg geld. We hebben genoeg van die dingen. Daar is die. De zaagboomerang. De max upgrade van de boomerang is hier. Ik benieuwd wat die doet. Volgens mij schiet die zagen. Hij schiet zagen. Oh my god, hij schiet heel veel zagen. We hebben zo te zien ook alle power-ups, dus dat is nice. Ja, oké, hij schiet gewoon zagen. Oh, wauw, je doet ook een of andere combo. Je kan nou, hoppa! Je doet echt een of andere sikke combo. Oh, shit! Op close range doe je echt een nice combo. Zie je dat? Dat is cool. Doet wel sikke damage trouwens, hoor. Ja, het is gewoon compleet neer. Kinda like it. Volgens mij zijn deze boomerangen een beetje lock-on ook. Ik heb het gevoel dat ze een beetje naar de enemies toe gaan. Good shit. We gaan even met de zaagboomerang klooien. Hoppa. Op naar de personeelsruimte. Oké. We zijn in de personeelsruimte blijkbaar. Wil ik de zwaardman zijn? Eigenlijk niet. Compleet neergehaald. Daar hier. We gaan gewoon naar binnen zonder zwaardman. Gaan we. Ze geven me heel vaak de zwaardman power-up. Ik wil de zwaardman niet zijn.
Wat is dit ding sterk? Joink. Oh man, wat een goede power. Wat een goede upgrades. Die ligt daar voor een reden. Laten we hem even snoezen. Even snoezen. Oké, het was dit keer geen power-up. Oké, het was dit keer geen... geen missie. Maar hij lag er wel. Misschien moesten we ergens anders snoezen. Oh. Zie je, dit ding gaat op iedereen af. Ik vind het vet. Geld. Nou, oh, er komen wel... Oh. Zo, de zaag van Waleer. Wat vergeten hier? Nope. Let's go. Wat een hele interessante manier van hoe deze kamer werkt. Oh, zijn dat enemies? Proef die soorten ijsjes. Oh. Drie soorten ijsjes proeven. Hij proeft one. Oké, we zijn de pilon nu. Hoppa. Hoek hem. Wat is dit? Wat is dit? Wat leuk. Ik hoor wat waddledies. Ik hoor ze rechts. Oké. Ze zijn in het gat. We gaan erin. Oh nee, je moet daar een power-up voor hebben. Iets ronds. Waarschijnlijk die blaasding. Als ik die kan vinden. Zit die hier? Je moet mouthful mode worden. Misschien hier. Yes! Found hem. En we gaan terug. Ja, gast, je hoeft me niet helemaal te laten zien waar ik heen moet. Ik snap het principe. Hup. Gaan we. Dit is wel leuk bedacht. Dit vind ik wel een leuke feature. Die is nog niet eerder geweest. Dat je echt met die mouthful modus in de muur kan. Om een nieuwe area te ontdekken. Hup. Gaan we. Hij wil dat ik die kant op ga, maar ik ga natuurlijk naar links. Kom nou. Hier. Zie je hem wel? De game zei van, oh, ga je anders even naar rechts. Nop. Alles even kijken, jongens. Anders had ik gewoon eventjes die speelgoedjes gemist. Nou, daar moeten we ook weer in met een koek. Dus dat is denk ik de... Hoe noem je dat? De power-up van de... Wat is het nou? Oh. Power-up van de vending machine, dat wou ik zeggen. Hij staat daar beneden! Hij is daar beneden! Ik zie hem! Hoe werkt dit ook alweer? Oh, gewoon zo. Vending machine! Gaan we. Hoppa. Okidoki. Dan kunnen we hier als goed links omhoog met die warp. Wee. Nou, moeten we daar even... Klojo's. Kijk, gaan we. Hier in de muur. Gaan we. Heb je ooit een vendingmachine in de muur gezien, jongens? Nou, ik wel. Bij deze. Hi. Nou, het even gezellig in de chat, jongens. Gaan we. Oké, we hoeven nou niet meer naar beneden. Die zaag, joh, gaat echt alle kanten op. Gaan even naar rechts. Auw! Aardappel. Mijn is beter. Mijn zaag is beter. Daarboven is een plekje waar we naartoe moeten.
Kun je hier onderdoor? Oh, dat kan. Jezus. Die fucking zaag. Oké. Okay. Oh, bosfight. Auw. Die power-up is zo sterk. Oh. Hij is al dood, joh. Kijk nou. Met de boomerangkracht. Dat is wel gelukt, hoor. Dat is wel gelukt. En dat was blijkbaar ook een hidden secretje. Een hidden secretje. Hoppa. Oké. Nou. Kirby heeft zijn veiligheidshelmpje weer op. Hij is natuurlijk... Hij is natuurlijk niet te vertrouwen, die Kirby. En welke upgrade krijgen we nu? De wilde hamer! Oké, nou, makes sense. Dus de hamer die we nu hebben, kunnen we nu nog verder upgraden. Oké, we nemen afscheid van onze boomerang power-up en we gaan nu met de wilde hamer verder. Ik hoor nog steeds geluidjes van Waddledees. Hier ergens. Dat te bedenken dat je ze al had. Oké, we hebben hier de blaaspowder weer voor nodig. Deze power-up doet echt helemaal niks. Oké, we moeten even de blaas hebben. Oh, de klok is de blaas. De klok is de blaas. Hoe maken we die kapot dan? Via deze kant? Oh, oh. Nee, what the fuck. Die zag ik niet aankomen. Get out of here. Yes. De klok. Ah, dat kon ik echt van mijlenver al aanzien komen. Oh. Oh, proef die soort ijsjes. Ik heb per ongeluk dat makkertje gekild. Die had ik best wel kunnen gebruiken om even te healen. Het is fijn. We gaan terug. We gaan even terug. Wee. Oké, maar in die vorige ruimte waren dus nog Waddledees verstopt. Oh, dit zijn ze. Ja, dit waren ze. Never mind. Ik dacht dat ze dat in de vorige ruimte ook zo hoorden, maar ik denk dat die het was. We gaan door. Doei. Doei. Hier moet ik wat mee doen. Auw. Dus niet? Oké, er zitten dus blijkbaar... Bye, Kirby! Hij viel echt heel erg terug in dat gat. Er ligt hier dus ergens een powder verstopt. Waarmee ik in die grote gaten kan. Misschien moet ik weer Kirby worden met dat water. Got him. Oh nee, de pilon. Tuurlijk. Telt dit ook als eten van de ijsjes? Ik weet niet of dit telt als eten van de ijsjes. Ja! Hey, drie soorten ijsjes. Oké, ik moet even terug. Oké, dat is niet terug, Joost. Dat is letterlijk in het ravijn. Oké, en dan hier naar rechts. Niet? Ah. Oh. Wacht, wat voor power-up moet er dan in? Dat gaat... Ja, de windkracht, Jones. Wat zie je nou met je dikke, vatse gastjes ook doen, gast? Die moet er natuurlijk in. Oi, 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 oi. Hier, die kan er toch gewoon in? Waarom heb ik het niet... Waarom deed ik dat net niet? Hier, Kirby mode! Ik had al zo'n gevoel dat Kirby in dat grote gat moest een stukje terug. Oh nee. Ah! Klootzakken! Ik wil meer water. I need to be more Kirby. Kurbusi, sushi, woosie. Gaan we. Oh, I like that a lot.
I like that a lot. Ik zou maar lekker eten hier, oh, joh. Hé, jongens, lekker aan het eten. Gezellig, hè. Hoppa. En de laatste Waddle Dees. Moet ik deze makkers vermoorden? Weet je wat? Ik laat ze gewoon lekker hier zitten. Ze vallen mij ook niet aan. Geniet van jullie eten. Oké, no more Kurbissie. Ga eens weg. Ik vind ze helemaal niet leuk. Get out of here. Oké, pylon mode. Activated. Kun je... Oh, er zit een heel duidelijke plekje waar de pylon in moet. Yay. Mond vol pylon. Het einde. Gebruik de verschillende mondvormen in alle openingen te passen. Yes! We did that! Hey! Hebben we nu ook alle missies gedaan? Ja, we hebben volgens mij alle missies gehaald, joh! Wow. Dat gebeurt niet zo vaak! Look at us go! Oh, alles! Wat goed! Lichtroom Worksboard. En... Mondvol Lamp Kirby. En, oeh, bos. 4 sterren, though. Look at this one. Het is een bos. Spierwalbeest. Yes. Koelkast speelt even Miitopia. Oké, koelkast. Yes. We did it. Gaan we nu naar de bos? Nee, toch nog eentje. Maanlicht, kloof en dan de bos. Let's go. Oké, laten we nog even het volgende level even rushen. Alle world die zijn gered in dit level. Look at us go. Oké, we gaan nog eventjes het volgende level doen. Dan upgraden het en dan gaan we naar de boss fight. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Boop. Maan, licht, kloof. Voltooid level. Verstopt de... Vindt de verstopte Waddle Dees. Oh, damn. Look at this. We moeten even de kloof beklimmen. Ik vind het echt een heel... Tot nu toe een hele vette levelstructuur. We moeten even een mol worden, denk ik. Oh, dat kunnen we kapot maken? Oh, dat gaat vanzelf kapot. Oh, dat gaat een stuk omdat je erop loopt. Pop. Ik weet niet precies waar die dingen goed voor zijn. Oh, hey, look at that. Altijd kijken in verstopte tonnen. Oh, nee. Mijn verstopte ton. Hup. En het is de upgrade voor de boor. Wacht, dat is het ding wat ik op mijn hoofd heb, toch? Ik dacht dat die al geüpgrade was naar max. Lijkt me niet. Aha, haal de opsporingsposters weg rond de kloof. Moeten we daar weer op letten. We moeten weer letten op de posters. Oké, okay, het is een licht level. I like it. Picasso. Gaan we. Oké. Okay. Oeh, de muziek is heel goed. Ik moet zeggen, dit zijn wel de leukere levels van Kirby. Kijk, okay, er zitten daar weer van die wezens die op je afkomen op het moment dat je ze gaat schijnen. Wat bedoel ik? Een fucking flesje. Auw! Boe! Die zag ik niet. Flesje. Vet level dit. Checkpoint. Oh my god! aan je rechts hier dan. Sneaky hoor. Sneaky. Ik weet niet wat dit doet, maar het doet iets. Oh, nieuwe grond. En what are these? Hallo? Dat zijn de tweede? Waar is de eerste dan?
Hallo? Hoe hebben we Waddle Dees gemist? Daar links zit sowieso nog wat ik gemist heb. I can't. Ik moet terug om Waddle Dees te zoeken. Hè? Hoe heb ik Waddle Dees gemist? Stop alsjeblieft met van de rand afvallen, Kirby. Hier, oh, 100%. Ze moeten hier zijn. Ja. Ik wou net zeggen. We zijn gewoon even in start van stapel gegaan, jongens. Soms moet je even teruglopen om verder te kunnen, weet je. There you go. Gevonden. Oké. Gaan we. Hier links zit wat. Het is een poster. Oh ja, tuurlijk. Spring eraf. Oké, dat was 2 van de 3. Dus hier moeten we ook voor blijven kijken voor die posters, hè. Don't forget all the posters. Oh. Oké, okay, wat hebben we hier? Oh, dat is cool. Het hele level is ineens anders. Oh man, ik vind die diepte zo vet. Die planten pakken als je dat wil. Er wil nog wel heel zitten. Oké. Okay. Gaan we. Wee. Oké. Okay. We're going places. What are these? Capsen. 3. Die dragen heel makkelijk verstopt hier. Gaan we. Postertje hier, oh. Die lag ook redelijk verstopt. Of makkelijk verstopt. Oké, okay, we hebben nu alle posters. So that's nice. Croissantje. Ik weet niet wat hierboven is. Oh. Mouthful mode. Knopje ingedrukt. Auw. Zo. Eventjes deze hidden area in. Want hier hebben wij een... wat Waddle Dees te redden. Kleiner. Naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Oeh. Ging goed. Oppassen dat we die niet redden. Oh nee. Oh nee. Wat creatief gedaan. Wat ongelooflijk creatief gedaan. Wat ze hier doen, chat. Ze hebben hier allemaal power-ups neergegooid. Van de slaap power-up. En het moment dat je die pakt, val je in slaap. En daar heel je al van. Maar ja, we zijn op platformen die vallen. Dus als je in slaap valt, dan val je letterlijk dood. Dat is zo creatief gedaan. Wat leuk. Gewoon wanneer power-ups, zeg maar, je vijand zijn. I love it. I love it a lot. Leuk gedaan. Oh. De zaag. Oude zaagboy. Equals bag. Compleet gemist. Oh, never mind. Oh nee, arme jongen! Hij lag daar zo te slapen. Now he's fucking dead. Wat goed. Oké, okay, we healed. Onze zaag power-up is weer terug, jongens. Hier ligt vast nog wel iets, toch? Die band lijkt er heel erg op alsof het, zeg maar, zo voor mouthful mode is, maar... I don't know about it. We gaan door. Ton. Oh, er ligt hier wat. Was niet van kill the hidden guy? Oh, look at that. Mouthful mode for this. We gaan mis! We gaan weer kitesurfen. Woehoe! We gaan weer kitesurfen. Ho. Ho. Oh my god. Volgens mij heb ik die echt net aangejuked.
zijn allemaal windmolens hier, oh. Gaan we. Yes. Yes. We're going through them all. Ik moet wel even goed opletten dat er niet ergens een geheime zijingang zit. Voor Waddle Dees, want dat wil nog wel eens gebeuren. Hier beneden bijvoorbeeld. Oh, absoluut niet daar beneden. Absoluut niet daar beneden. I get it. Thank you. Hier links ziet er uit als een soort van secret area. We gaan hier rechts erdoor. Oh ja, dit was hem. Yeah! Dit was hem. We hebben de Waddle Dees. Wee. Oké, okay. Nou, dan hebben we in ieder geval de goede route gepakt. Hier is nog een balletje. Nog wat verstopte meuk. Zit daar niet nog wat achter? Nee. Oké. Okay. Sneeuwman. Ga maar opeten. Ik weet niet waarom, maar... Hij ligt daar zo duidelijk. Hier! Vind de verstopte cactusgat bij de cactusdingen. Ik heb een cactusgat gevonden. Ik kan het zeggen. Ik weet niet waar ik de powder, of ik de powder daarvoor nodig had, maar... Yeah. Gaan we. Ik weet nog niet, hebben we nou ook alle, weer alle missies voltooid? I wonder. Hey! Level voltooid. Ja, nee, we zijn één geskipt. Oké, okay. Ik wou zeggen, wat is er bijna allemaal? Wat hebben we gemist? Voltooid geheime ruimte zonder te vallen. Ja, dat was big oef. Dat was big oef. Maar goed, anyways. We kunnen altijd nog een keertje voor terugkomen. En dan unlocken we hem wel. Jongens, het is boss fight time, baby. Boss fight time. Maar eerst nog eventjes de upgrades doen. Kijk, Kirby's makkertjes. Ga allemaal eventjes de boss fight deur openen voor me. Jullie kunnen het. De maan ligt kloof. Hakken. Gaan ze. Lekker jongens. Goed geslagen. De verzamelaar in de slapeloos vallei. Oké. Daag de eindbaas uit die dit gebied bewaakt. Oké. Voordat we dat gaan doen, gaan we natuurlijk nog eventjes langs Hwaholdi Village. Upgrades. 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 Yo, Del Idiote, dit is Kirby in de Vergeten Wereld. Op mijn YouTube-kanaal doe ik hier een let's play van. Oké, we kunnen de hamer en de boor verder ontwikkelen. Als we daar genoeg punten voor hebben, natuurlijk. Wee. Laten we eens checken. Ik weet niet of we daar genoeg punten voor hebben. We're gonna find out. Hi. Wow, zoveel blauwdrukken. Yay. Oké, de hamer. En de potloodboor. Yes. Oké, hamer. Laatste upgrade van de hamer ook meteen. De wilde hamer wordt het hiermee. Oh, ik heb nog maar één zo'n ding over. Dan kunnen we de potloodboor net niet upgraden. Dat is wel weer even een beetje balen. Maar... Kijk hoe wild deze hamer is! Het is ongelooflijk wild. Hij is wel flink wild. Heeft iemand niet nog gewoon een codetje voor zo'n... Jezus. Sick. I mean, volgens mij doet hij niet heel veel meer dan normaal. Op, laat hem los een maximale kracht vuurhamer uitvoeren. Spikes pauze wordt gewoon dat niet had bedacht. Ja, oké. Dus hij is gewoon iets sterker. Oké, maar ik wil heel graag deze upgraden, maar... 3 moet ik er hebben. Heeft iemand nog zo'n code? Of we doen even snel één zo'n sidequest. Dan kunnen we hem even upgraden. Fuck it. We doen wel even snel één zo'n sidequest. Of 2 moeten we er dan doen. A few moments later. Oké. Pot dat boord. Gaan we. We zijn blut. We zijn blut. Maar we hebben de dubbelboord. Damn. Ik weet niet wat dat... Dat ziet er best wel episch uit. Not gonna lie. Oh. Oké. Wat doet het nieuw?
Met de boorkracht kan je onder, ja, helemaal een rondje graven. Dan kan je een geogolf. Ja, de geogolf heb ik nooit echt gebruikt. Maar het is inderdaad als je een rondje om een enemy heen boort. Zeg maar zo. Zie je, dan krijg je dat. Dat is best wel cool. Maar ja, whatever. We gaan met de boor. Okay, wilde ik de bossfight gaan doen met die bommen. Want die bommen vond ik zo episch. Maar we kunnen hem ook wel met de boor doen. Let's check it out. Bossfight tijd. De verzamelaar in de slapeloos vallei. Daar gaan we. Let's go. Ik ben gewoon een stier inderdaad. Oeh. Spooky area. Heel vet camerawerk though voor deze area. Don't mind if I do. We hebben keuze uit de bom. I mean, de bom is er wel. Ik wil de bom. Ik zei het net al dat ik de bom wilde. We gaan voor de bom. Okay, let's go. Heel veel Kirby posters. Wat als ik die allemaal eraf haal? Alle... Ze moeten er allemaal af. Ik weet niet of me dat wel lukt. Ik denk niet eens dat het lukt. Nou, laat maar. Ik denk niet dat het te doen is. Misschien is het wel te doen, maar met een andere power-up of zo. Nou, dat lukt niet. Oh my god, waar zijn we? Oh, dat is hem! Delphi of zo. Delphi. Het ziet er wel een beetje uit als een nep Delphi. Het is 100% een nep Delphi. Ik wou net zeggen. We have been bamboozled. Oh, no's. Wat is het? Een mol? Oh, nee. Het is een... Een gordeldier. Een dolle dillo. Oeh. Ik moet gewoon die bommen moet ik spammen, want ze rijden letterlijk op me af. Raak... Oh. Raak de geknutselde... De geknutselde Kirby's. Got him. Ow, my god. Oh, hij heeft me gepakt? Dat is een ding? Oh mijn god, hij pakt je dus met die kooi. Oké. Wat nu? Oh nee. Volgens mij ben ik één geknutselde Kirby vergeten. Oh my god, dat had ik moeten juken. Oeh. Rollen jongens. Gaan ze. Woe. Ik heb heel weinig HP. Wat doet dat ding? Oh, gaat hij weer naar de volgende stage? Wat maakt hij nou? Wat is dat? Is dat een nep Kirby of zo? Hij gaat hem gooien. Oh my god. Ik ga dood. Nee. Wat een onmogelijke bossfight ineens, joh. Wat als ik 0 euro heb trouwens? Wat gebeurt er dan? Jesus Christ, dat was pittig. Die was pittig. Ik wil wel... Ik weet niet welke power ik beter ga vinden. Die is helemaal kut. Die is misschien wel nice, want dan kan je gewoon rollen. Ik denk dat ik die ga doen. Oh ja, er is inderdaad een dodge move. Hè? Je hebt gelijk. Hoe werkt het ook alweer? Zo ja. Ik denk dat de game je hierbij leert dat je ook nog kan dodgen. Okay. Ik vergeet ook telkens dat je kan dodgen en dat je ook een soort van perfect dodge hebt. En een perfect... Laat ik eerst wel deze klote dingen pakken. Zie je dat? Oké, hij heeft me nu al te pakken.
Dat ging heel snel. Ik heb de knuffels. Wat? Dit doet zoveel damage ook. Oké. Okay. Gaan we naar het volgende stuk. Kom dan. Ik doe hem zoveel damage. Ik doe hem zoveel damage ineens. Nou, dat kan dus niet. Dat, je kan blijkbaar niet dat ding dodgen. Dat is niet wat ik wil doen. Oké, okay, even dodgen. Dat deed niks, oké. De dodgering! De dodgering! Dat was hem. Dat was hem, baby! Oké, okay, het feit dat ik nu wist hoe ik moest dodgen, of dat ik kon dodgen, dat heeft me echt wel heel erg geholpen in deze bossfight. Het was gewoon de dodgering. En dan gewoon die sterren op zijn mik gooien. Lekker. Wat krijgen we? Blauwdruk voor stormijs. Oké. Okay. Let's go. We did it. Killed the boss. Leuke uitdaging. Leuke boss was het ook wel. Ik vond het nice. En nou even kijken wat de hel je allemaal moest doen. Om zeg maar die missies te voltooien. Versla Dodillo met een hamer. Oké. Okay. En die andere twee krijgen we niet eens. Want ja, we hebben geen enkele missie gedaan. It's fine though. It's fine. We moesten met de hamer moesten hem verslaan. Hoi. Oké, okay, nieuwe wereld. Let's go. Doei. En... ja. Gaat hij nou eerst terug naar Waterdeep Village? Ik wil de nieuwe wereld zien. Ik wil niet eerst terug naar Waterdeep Village. Met een mooie Kirby pruik. Yay, de niveau 3 speeltjes zijn te koop. Series 3. Nice. En we kunnen ijs verder ontwikkelen. Alleen niet helemaal, want we hebben niet genoeg van die stenen. Was dat hem? Sterker voor elke ontwikkeling. Ja, leuk. Ik wil even kijken wat de nieuwe wereld is, oké? Okay? I wanna see the new world. I wanna see the new world we've unlocked. Daar gaan we. Dat gaat zijn. Lava, ik zie lava. Vuurlevel. Oeh, vulkaan ook. Met boven het vulkaan een of ander ruimteschip. Oh, jemig. Rode hars, verboden zone. Die muziek is ineens wel heel episch. Wat is dit nou weer? Oh. Hele epische muziek ineens. Vet. In de vurige verboden zone. Wauw. Nou jongens, de vurige verboden zone. De rode rodeghars. Ja, gaan we zien in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Klik hier naast mij op een filmpje. Hierboven waarschijnlijk een Kirby-video. En hieronder een Kirby-video die door YouTube is aangeraden. Helemaal nice. Vergeet niet te abonneren en niet te liken. En dan zie ik jullie de volgende keer.